Nou, ineens kreeg ik zulke hartkloppingen. Eigenlijk echt een soort paniekaanval. Ja, dat is echt heel bijzonder wat tijdens die sessies gebeurt. Dat kan ik echt niet in woorden uitleggen. Wow, oh ja, de kleine. Hey, goedemorgen. Superleuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag zondag. We hebben gisteren de verjaardag van Lada gevierd. Dus dat zie je hier nog even. We moeten nog opruimen. En we gaan vandaag gezellig naar de Efteling toe. En dat gaan we op de fiets doen. Dus we hebben de lunchtas weer helemaal ingepakt. We gaan naar de bakfiets inpakken. Maxi Koosje gaat erin. En dan fietsen we lekker naar de Efteling toe. Hi. Lana is op haar eigen fiets. Ik heb Amy zo achterop. En Yannick die heeft de bakfiets mee. Met Rosa en Feline. Nou, we zijn dus lekker in de Efteling. En wat we dan dus doen, we hebben dus de draagzak mee. En we hebben een buggy mee. En dat is dus de buggy die hij daar vast heeft, Yannick. Die kan namelijk heel makkelijk gewoon mee op de fiets. Niet doen, schatje. En die is ook uit te klappen natuurlijk. Ik zal hem straks even laten zien als we ermee rijden. En nu gaan we in de stoomtrein. Dus dan nemen we de buggy gewoon ingeklapt mee. En dan kunnen we namelijk bij het andere eruit, zeg maar. Dan kan die gewoon mee. Dus dat is echt ideaal. De kinderwagen hadden we ook al bij Feline toen de tijd in het rood. Maar omdat ik al een baby uit zit, had het weggedaan. Toen Feline ongeveer een jaar of twee jaar. Ik weet niet precies wanneer het weggedaan, 3 jaar was. Hebben we hem gewoon opnieuw gekocht, want het is echt een ideale kinderwagen voor dit soort uitjes. Ja, Rosa vindt het ook heel fijn, gewoon in de draagzak, en dan kunnen we een beetje afwisselen. Ja, ze heeft met papa te knetsen. Ja, mama, ik kom! En nu gaan we even lunchen. Lekker bij de Laplace zijn we. Daar zit Rosa in de kinderwagen. Ik heb natuurlijk lekker cappuccino. Ja, ik heb Rosa laten zien. Ik heb natuurlijk lekker cappuccino met slagroom en pure chocola. Want dat is echt mijn favoriete combi. En ik heb een soort van egg wrap. Dus helemaal gemaakt van ei met bacon en van alles en nog wat. Dus het ziet er lekker uit. Dus we gaan even lekker lunchen. Fietsen. Bakfiets is weer gevuld. Dat is een beetje onze halve camper, zeg maar. Met heel veel spullen, jassen, eten mee enzovoort. En dan kunnen we weer richting huiswaarts. Feline is nog even op haar mobieltje. Een fietsmobieltje. Die gaat er ook in. En Amy lekker bij mij achterop. En Lana die staat daar al klaar. Goedemorgen, het is dinsdagmorgen. Ik heb gisteren even niet gevlogd. Gisteren was het maandag en het was de werkdag. Ik heb een fotoshoot gehad bij mijn fotografen en had ik allerlei dingetjes te doen. En het was dan weer avond. Toen dacht ik, oh ja, ik heb nog niet gevlogd. Nou, morgen een nieuwe poging. Dus dat is vandaag, het is dinsdag. Ik zit zoals je kunt zien in de auto samen met Rosa. Ik ben onderweg naar Amsterdam. Ik heb daar een afspraak bij mijn management. Even bijkletsen, brainstormen. Volgens mij gaan we ook lunchen. Dus dat is ook wel heel gezellig. Dus dat is fijn. Ik heb lekker wat lekkers meegenomen voor de dames daar. Dus dat is fijn. En wat eigenlijk wel heel bijzonder is voor mij, is dat ik zelf aan het rijden ben naar Amsterdam. Ja, ik ben daar wel vaker open over geweest. Ik heb best wel heel erg gekampt met rijangsten. Echt wel extreem. In die zin dat ik gewoon niet lange ritten durfde te rijden. Alles tot 20 minuten was prima. Alles gewoon minder snelweg was ook helemaal prima. Maar de lange ritten en zeker de rit Amsterdam was voor mij een no-go. Dus ik heb natuurlijk voor mijn werk heel vaak
naar Amsterdam gemoeten. En dan had ik altijd of bijvoorbeeld mijn vader die heel lief meeging, of mijn man, of ik ging met de trein. Maar zelf rijden deed ik niet. Dat vond ik gewoon echt heel erg eng. En dat komt er eigenlijk vandaan dat na mijn zwangerschap van Lana, mijn eerste, heb ik zo best wel heftig ziekte herstelproces gehad daarna. Toen kreeg ik ook een te snelle schildklier en nou ja, allerlei dingen waren uit balans. Ik was ook best wel onzeker, angstig. Ja, best wel een heftige tijd was dat daarna. Dat de vroege geboorte, het helpsyndroom dat ik had. En ik denk dat dat heel erg zijn uitwerking had op wat angstiger in het leven staan. En toen heb ik dus één keer meegemaakt dat ik van Amsterdam naar huis reed met een hele kleine Lana achterin. Ik was alleen. Nou, ineens kreeg ik zulke hartkloppingen. Eigenlijk echt een soort paniekaanval. Dat ik tussen twee snelwegen in heb stilgestaan op een vluchtstrook. Hyperventilerend en niet wetende hoe ik weer thuis zou komen. Ik ben toen thuis gekomen. Maar ik ben daarna eigenlijk bijna niet meer gaan rijden. Zeker niet de lange ritten. En dat ben ik op een gegeven moment wel weer gaan opbouwen. Maar er was altijd nog weerstand tegen die lange ritten. En op een gegeven moment had ik echt de intentie, dit wil ik niet meer. Dit beperkt me zo in wat ik wil doen. Ik wil gewoon die auto in kunnen stappen. En gewoon overal naartoe kunnen rijden. En niet afhankelijk zijn van anderen. En ik wil net als andere mensen ook weer gewoon genieten van autorijden. Dat je lekker muziek kan luisteren, een podcastje. Nou, ik heb lekker koffietje gehaald, weet je wel. Dus dat je gewoon ervan kan genieten. Maar ja, zover was ik nog niet. En nog maar een hele periode na de burn-out, de coaching en therapie die ik gevolgd heb, persoonlijke ontwikkelingsreis, nou ja, waar ik natuurlijk regelmatig met jullie over deel, ben ik eigenlijk die angsten gaan aankijken. En ben ik eigenlijk weer gaan leren vertrouwen op mezelf. En ook al kreeg ik wel eens nog steeds paniek aanvallen en af en toe dat het weer terugkwam, zeker met lange autoritten, werd het steeds makkelijker. En dit is de allereerste keer dat ik naar Amsterdam rijd. Ik ben de afgelopen tijd ook nog wel eens verder, heb ik wel langere ritten gemaakt. Naar mijn coach bijvoorbeeld, dat was in Limburg. Dat soort ritten voelde nog wel veilig, maar Amsterdam was altijd nog een beetje zo'n ding. En nu zit ik hier, weet je. En dat is ook wat ik je heel erg wil meegeven. Alle overwinningen die je doet, dingen die eerst heel veel angst opleverden, heel veel weerstand bij jezelf opwekten, van dat ga ik niet doen of dat is me nog te veel. Elk stapje wat je kan overwinnen, al is het een mini stapje, mag je echt vieren. Ik ben echt heel trots op mezelf, zeker dat ik ook Rosa mee heb. Vind ik ook fijn, want dan kan ik haar ook gewoon voeden. Maar goed, weet je, als zij nu overstuur raakt, ja, ik kan niks voor haar doen, want ik ben aan het rijden. Ja, dat is voor mij echt een overwinning dat ik er toch gewoon aanga. En het is best wel druk op de weg. Ik doe er ook bijna 2 uur over. Ik stond net ook in de file. Toen had ik ook echt even zoiets van, oké, weet je, Rosa was ook onrustig. Ik stop even ergens, ik ga even koffie halen, eventjes haar voeden, even naar het toilet. Ik had ook die tijd wel ingecalculeerd. Ik ben toch al iets later dan gepland was. Dan kan ik daarna wat rustiger weer verder gaan rijden. En dat is wat ik nou net gedaan heb. Ik heb koffie gehaald, ik heb Rosa gevoed. Zij is weer helemaal chill, ik ben helemaal chill. Het is ook rustiger op de weg geworden, want het is ietsjes, ja, de spits was ik net een beetje daardoor een beetje voorbij. Dus nu is het ongeveer nog 3 kwartier rijden en dan ben ik er. Maar wat ik met deze boodschap echt wil zeggen is dat, weet je, op social media zie je altijd het perfecte plaatje. En ik wil gewoon open kunnen zijn over dit soort angsten. En ik weet dat heel veel vrouwen hiermee worstelen, zeker ook moeders. Dat je soms het vertrouwen in je eigen lijf kwijtraakt. En dat kun je weer gaan terugvinden. Alleen dat heeft tijd nodig. Kleine stapjes. Maar elk kleine stapje brengt je dichterbij. Als je het maar graag genoeg wil, de hulp zoekt die daarbij nodig is. En jezelf de tijd gunt om op jouw tempo dat aan te gaan. Dus, heel verhaal, maar ik wilde het graag even delen. Hallo, nou hierachter staat mijn auto. Ik ben nu onderweg naar huis. Ik hoef nog maar 20 minuutjes. Ik heb net even mijn diabetes insulinepomp vervangen, want het moest even. En ik ga even naar het toilet. Ik ga Rosa nog even voeden en eventueel verschonen. Koffie halen. Ik bedenk me nu dat ik mijn refill beker even uit de auto moet pakken. Dus ik ga koffie halen en dan gaan we nog naar huis rijden en dan is het ongeveer nog 20 minuutjes. Wij zijn weer thuis en mijn lieve man heeft lekker spare ribs gemaakt. En aardappeltjes en we hebben dopetjes en wortjes, dus we gaan lekker makkelijk eten vandaag. Ja, nou, zeg, ik wil even thuis een schat. Nou, makkelijk, voor de spers heb ik wel 6 uur gedaan. Ja, dat wel, maar voor mij is het wel makkelijk. Ja. En lekker, hè? Ja, heel lekker, 6 spers, maar wel een beetje pit. Amy, als hij afkoelt, dan is hij minder lekker, hè?
Inmiddels is het alweer avond. Ik heb lekker een kopje thee. En ik heb dadelijk weer een sessie in de Casey Club via Zoom. En dit keer is het een mindset Q&A. Eigenlijk een soort van groepscoaching sessie over mindset, persoonlijke ontwikkeling, mijn eigen lessen. Maar ook dingen die ik kan delen met de club. Ze kunnen vragen stellen over onderwerpen waarmee we aan de slag zijn gegaan in de club. Waaronder goede zelfliefde, goede zelfzorg. Zelfzorgrituelen, maar ook om te gaan met het aangeven van grenzen. En die thema's waarin we de afgelopen tijd in de Casey Club zijn bezig geweest. Ook met het journalen, daar kunnen ze vragen over stellen. Dus dat is heel fijn. Dus eigenlijk meer een soort van freestyle sessie met ook wat momenten waar iemand zeg maar even aan het woord kan gaan. Waarbij ik in kan gaan op hun vraagstuk. Dus dat is wel heel erg tof. Dus daar zit ik klaar voor. En daar heb ik heel veel zin in. Zit jij nu te kijken en denk je, nou, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe dat eraan toe gaat in de Casey Club. Die sessies, die coaching sessies via Zoom en de borrels en de dingetjes die we daar doen. Dan kun je je gratis aanmelden voor een gratis journal sessie die we komende maandag 31 oktober om 19:30 avonds gaan doen. Via Zoom, vrijblijvend kun je je aanmelden via de link in de beschrijving. Dan krijg je een mailtje met de Zoom link. Dan kun je er die avond bij zijn en ja, die Zoom sessies, die journal sessies... Die zijn zo magisch. Het is zo bijzonder wat er gebeurt als je vrouwen samenbrengt. Als ieder zich openstelt, zich kwetsbaar durft op te stellen voor wie dat wil. Hoeveel herkenning er is in elkaars verhaal. Hoeveel opluchting het geeft. En hoeveel fijne handvaten en inzichten dat geeft om mee te nemen in je dagelijks leven. Om je relaxter te voelen, om beter voor jezelf te zorgen, beter je grenzen te bewaken. Ja, dat is echt heel bijzonder wat er tijdens die sessies gebeurt. Dat kan ik echt niet in woorden uitleggen. Dat moet je echt gewoon een keer ervaren. Dus je kunt nu je aanmelden voor een gratis sessie. Je kunt het gewoon een keer proberen. Misschien denk je daarna van, nou, dat is eigenlijk niks voor mij. Of denk je, oké, dit is iets waar ik veel meer voor mezelf in mag betekenen. Ik ga er wel voor. Dan kun je je eventueel aanmelden voor de Casey Club. Dus meld je daarvoor aan via de link in de beschrijving. Ik heb er heel veel zin in. Dus misschien zie ik je dan wel. Even kijken waar je in je mond zou kunnen doen. En, ja, ik ben heel benieuwd. Het is de dag na. Het is dinsdag. En ik heb net zelf... zo lekker. Deze pannenpindakaas te proeven. Pindakaas met dadelkaneel. Zo lekker. Ik ben nu lunch aan het maken. Het is dus woensdag. En de kinderen komen zo uit school. Janiek is ze halen. En Lana die heeft vandaag een kinderfeestje. En zelf gaan we even met die andere twee. En Rosa dus ook de andere drie. Op pad naar Reda voor de Action. Toy Champ. Even wat winkels af. Ik moet ook bij Toy Champ even zijn voor een opdracht. Dus dan doen we gelijk de Action en dat soort dingen meepakken. Dus dat is wat we vanmiddag gaan doen. We zijn in de Toy Champ. Wow, oh ja, de klei. Dat is wel echt heel leuk hoor. Oh, en zelfs zo'n hele ijsko-wagen. Echt superleuk. Ze hebben hier echt, dus echt een walhalla voor speelgoed. Echt niet normaal. Ik was er nog nooit eerder geweest, maar dit is echt te leuk. Ja, allemaal voor Sinterklaas vragen. In die fase komen we nou dat we alles wat we willen gewoon aan Sinterklaas kunnen vragen. Dan zien we wel of we het gaan krijgen. Ook superveel van poppen. Oh, kijk een heel bed. Wat grappig. Heel leuk. Nu zijn we in de Action. Eens even kijken. We moeten op zoek naar snijplanken. Houten, ja, zo'n dikke. Die dikke daar. Op naar de knutselspullen. Even kijken of we leuke knutselspullen kunnen vinden. Ja. Nou, ze hebben hier zelfscan. Ga maar zelf scannen. Nou, dat is leuk. Action tas, ja. Nou, zitten we nog even lekker hier, hè? Oh, je gaat hem al bijna pakken. Oeh, dit is een ijskoffie. En nou nog even wat dingetjes halen die ik bij de boodschappen ben vergeten te vertellen. Mam moet paprika's hebben. Daar zie ik ze al, de tricoloren. En courgette moet ik hebben. Zo, pak maar twee van die zakken voor mama. En twee courgettes. En dan moeten we nog ananas halen. Nou, dan gaat het bij Feline in het mandje. Helemaal top samen zo. Dit is waar. Neem maar een ananas en dan kunnen we nog wat druifjes doen en wat blauwe besjes. Hier lopen we even heel bewust voorbij. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Nee,
afleveren. Nee, ik leg het gewoon terug. Ja, dat was echt een supergezellige middag. Echt heel erg leuk om nou ja, even te shoppen, even rond te kijken. En echt even alleen aan pad te zijn met Jut en Jul. Oftewel Amy, vrienden en Rosa dan. Maar Jut en Jul zijn natuurlijk degene die continu kletsen. Superleuk. We hebben daar nog even koffie gedronken en daarna ook nog een ice koffie gedeeld, Jinek en ik, super lekker. En nog wat boodschappen gedaan en nu heb ik weer een les van mijn opleiding. En het is een les via Zoom. Ik heb heel even het geluid zachter gezet, maar het is wel echt een hele mooie sessie. Dus ik ga ook gauw mijn vlogstukje wegleggen. Maar zo leerzaam en zo tof wat we behandelen. Dus ik ga gauw weer verder met mijn les. Nu aan de Hollandse pot met hutspot. Ja, hutspot is dat. En worst. En hutspot vind ik ook lekker. Ja, ja. En ondertussen is de rest van de boodschappen gearriveerd. Dus dat is ook fijn. Ook een aantal boodschappen om mee te nemen op vakantie. Want we gaan volgende week op vakantie. Dat zien jullie volgende week in de vlog. En ook al op mijn Instagram op dit moment. Ook weer pindakaas. Oh, met stukjes noot heb ik gedaan, zie ik nou. En nootjes, nou ja, van alles en nog wat. Fruit natuurlijk, groenten. Dus dat ga ik eens eventjes opruimen. Super fijn als de koelkast weer lekker vol zit. Fruit, sla, groenten. Ik vind dit dus echt ideaal om salades mee te maken. Ook voor de lunch of gewoon om mee te nemen. Blijft ook lekker lang goed. Beleg is er weer. Dit is dus mijn favoriete chocolade. En die koop ik dan gelijk per 4. Nou, dan is er hier weer lekker veel groente. Paprika, die heb ik dus vandaag bij de Jumbo gehaald. Want die was ik dus vergeten te bestellen. Courgette voor mijn lunch. Dus ik gebruik paprika en courgette vooral voor de lunch. Komkommer. Ook voor de kindjes als tussendoortje. Of voor salades. Appeltjes. Nou, dan hebben we hier banaantjes, die moeten trouwens op. Die hadden we nog trouwens gewoon. Kiwi heb ik gehaald. Lekker veel mango's. Ananas. En Jinek is een mango die op moest aan het snijden. En ik ben dus zelf even lekker een appel aan het snacken met pindakaas. En we zijn alvast de lunchboxjes en de fruitpakjes voor de meiden aan het voorbereiden. Deze is ook zo. De lunchboxjes en fruitbakjes staan ook weer klaar voor morgen. Goedemorgen tijdens de ochtendspit. Jinek is nog eventjes het haar van de vriendin aan het afmaken. En we gaan de tasjes inpakken. En dan gaan we zo naar school. Nou, mama gaat proberen om ook nog bij vriendin weg te maken. Ik heb net bij Lana een hele mooie gemaakt. Dus zeg ik het zelf. Ik zal daar maar Eva is zo slecht. Ja. Nou, bij Lana heb ik ook een mooie vlecht kunnen maken. Ik ben er nog veel mee aan het oefenen. En ze heeft hele mooie extensions van die clipjes. Dus dat is wel heel leuk. De meisjes die zijn alweer op school. En het is vandaag donderdag. Dat betekent voor mij een studiedag. Dus ik ben heel even nog aan het mailen met mijn team. En nog even wat laatste zaken qua werk even aan het afstemmen. En dan kan ik vandaag lekker studeren voor mijn studie. Zoals jullie inmiddels allemaal weten. Ik heb de les van vandaag al klaarstaan. En mijn boek waarin ik schrijf. En mijn theorie. Dus daar ga ik lekker mee aan de slag. En dan ga ik deze vlog afsluiten. Volgende week heb ik weer een Hansie vlog voor jullie. Jazeker. Het is volgende week herfstvakantie. We gaan lekker met Hansie op pad. Waarheen en wat kunnen jullie nu op mijn Instagram zien. En ik heb volgende week weer een nieuwe vlog. Een Hansie vlog. Dus dat is wel heel leuk om naar uit te kijken. Dus vond je deze vlog leuk? Hi. Hi. Vond je deze vlog leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet had gedaan. En dan heb ik volgende week een Hansie vlog. En zorg dat je mij en Jinek op Instagram volgt. Voor de behind the scenes met Hansie op vakantie in het buitenland. In Fransie. In Fransie. En ook een beetje Duitsie. Dankjewel voor het kijken. Doei!